Dan gaan we naar de thuiscoach. Runar, iedereen wil natuurlijk die eerste wedstrijd winnen en niet iedereen kan die winnen. 0-4, dat zijn wel zware cijfers natuurlijk. Ja, dat zijn heel zware cijfers, maar Club Brugge was gewoon schitterend vandaag. Onze plan was om iets hoger druk te zetten in plaats van met 10 mensen achteruit te kruipen. Dan wil ik liever verliezen tegen een ploeg zoals Club met hoge pressing, maar vandaag lukt de hoge pressing niet. Speciaal als je eerst begint de wedstrijd aan een doelpunt weggegeven op stilstaande fase. Dat heeft niks met de hoge pressing te doen. Maar nadien hebben wij twee keer heel slecht balverlies op het middenveld. Die waren heel snel vooruit om ons om die doelpunten te maken. En 3-0 na 15, 16 minuten, ik herinner dat nog niet, maar dat was heel, heel moeilijk. En dat was niet echt de bedoeling vandaag om met zware cijfers te verliezen. Wij willen hier winnen, we willen hier hoge druk zetten op de club, maar dat lukt niet. En heel te veel spelers hebben zijn taken niet echt 100% gedaan. 4-0 is. Dat is niet leuk, dat is moeilijk. Voor iedereen, speciaal voor onze supporters die hier ons komen steunen. Ik vind dat spijtig, maar wij moeten wel verder werken en geloven in wat wij zijn aan het doen. We hebben heel goede voorbereiding achter onze rug en op voorhand dan denkt iedereen dat Club Brugge gaat hier winnen. Die hebben 3 punten gehaald, wij hebben dat niet en wij moeten gewoon verder. Na een kwartier, 20 minuten, inderdaad, na de 0-3, was er toch die rode kaart. Flikkert dan de hoop niet een beetje op van we kunnen misschien toch nog iets onze voet daarnaast zetten? Ja, zeker en vast. Ik was aan hopen dat we kunnen de laatste 5 of 10 minuten van de eerste helft misschien een keer scoren voor op 3-1 te komen. Dan hebben wij een grotere mogelijkheid. We hebben direct in de pauze verandering gedaan met Marco Mirits in de spits, met 2 spitsen te spelen. Proberen offensiever te zijn, meer voorzetten te creëren. Dat is wel goed gelukt, maar we hebben te weinig grote kansen gecreëerd. Dan gaat de club daarop en maakt de 4-0 en dan was game over. Maar op 3-0 hadden we altijd de mogelijkheden om terug te komen. Maar je moet wel scoren, je moet wel meerdere kansen creëren. Maar dit was zo in de dag dat niets voor ons was goed. Alles dat we probeerden was misgelukt en we hebben gewoon een slechte dag gehad. Wat is het belangrijkste dat we nu meenemen na vandaag? Ja, er komt een nieuwe dag morgen en we kunnen verder. Oké.